De kelder. In dit geval de kelder van de stolpboerderij. De flessen wijn liggen er mooi. En hier zie je hoe mooi de schimmels op de muren komen. Vochtige muren leiden vaak tot problemen met de balken. De balken raken aangetast. In dit geval is er natuurlijk ook houtworm. En wat je dan zo mooi ziet, is dat hier een hele mooie balk die massief is. En als u eens kijkt wat ermee gebeurt. Deze balk die lijkt massief, maar die is gewoon helemaal zacht geworden. Dat is wat er gebeurt in een vochtige ruimte. Heel simpel, hout in een vochtige ruimte gaat uiteindelijk rotten. Dus tijdens die kelderinspectie is het enorm belangrijk om de balken te inspecteren.